Wauw, een tijdje geleden vond ik een heel tabelletje, of een hele pagina eigenlijk, waarin ik alle gelekte week challenges van de Battle Pass kon zien. En ik wachtte er eventjes mee, het is al zo'n 2 weken geleden dat ik die had gevonden. Ik wilde even kijken of dat echt klopte en zo. En ja hoor, het klopt, grotendeels in ieder geval. We zien hier voor ons de week 5 challenges die al zijn gelekt natuurlijk. Week 5, die start dinsdag, dat is 29 mei, start week 5. En ik kan tot met week 10 dus al zien. Want hier voor ons zien wij alle challenges van de komende weken. Dit is zo ziek dat we dit nu al kunnen bekijken. We zien wogge 4, wogge 5 en zo. Dat is natuurlijk week 4, week 5. Week 4 hebben we dus al gehad. En week 5 is dus nu. Klopt het een beetje eigenlijk? We kunnen nu dus meteen checken. Er staat dat we damage moeten doen met SMG's. Ja, die klopt. Die staat zeker in week 5. Dan hebben we ook Lucky Landing. Moeten we mensen uitschakelen? Klopt ook. Minigun mensen uitschakelen. Werkt ook. Kistenzoek Industry Vote is het ook bij. En dan staat hier Interact Scavenger Hunt Treasure Map. Oké, volgens mij is dat gewoon de treasure map van Greasy Grove. En dan hebben we Spray Specific Targets. Die staat er dan weer niet bij. Dus staat in plaats van dat staat Gravity Stones. Eén dingetje klopt dus niet van week 5. Maar de andere wel, Use Jetpack. Oké, nu kunnen wij de andere weken nog even snel doorgenemen. Maar we zien dus dat bijna alles van deze, van dit plaatje dus eigenlijk klopt. We kunnen dus ook al week 6, dat is de week na week 5 natuurlijk, logisch. Kunnen ook eventjes snel doornemen. Even kijken of we iets heel speciaals ertussen zien. Week 6 moet je damage doen met shotgun. Je moet dansen op platformen weer en zo. En je moet in de retail row moet je mensen uitschakelen. Mensen uitschakelen met SMG. Loot Lake is dan... Oh, dat wordt heel moeilijk. Dan moet je kisten doorzoeken om Loot Lake. Er zijn niet heel veel kisten daar meestal. En natuurlijk weer een treasure map. En dan moeten wij triangulate doen. Wat is dat dan weer? Ik heb geen idee. En dan moeten we ook een supply drop gaan openen. En de volgende is dat wij mensen moeten damagen met een pickaxe. Shifty Shafts is de plek waar mensen moeten uitschakelen. Moeten mensen uitschakelen met een assault rifle. Risky Reels moeten we dan kisten doorzoeken. En weer een treasure map. En dan zie ik iets geks. Ik zie jetpack. Use jetpack. Met hele gekke tekentjes. Maar ik zie ook score goals. Wat is dat? Oh, dan moet je gewoon goals scoren. Dus in op voetbalveldjes. Om die challenge te voltooien. Oké. Okay. Week 8 moet je mensen met een headshot raken. Dus mensen headshotten. Specific targets moet je kapot maken. Je moet iets kapot maken. Huh? Oké, okay, je moet dingen kapot maken. Je moet in Pleasant Park mensen uitschakelen. Je moet mensen uitschakelen met een suppressed weapon. Kisten doorzoeken in Salty Springs. En een bepaald aantal kisten in één match moet je doorzoeken. En weer triangulate. Ik heb geen idee wat dat eigenlijk is. Wat is dat eigenlijk? Nou, week nummer 9 moet je mensen damagen met explosive weapons. Je moet mensen uitschakelen in Anarchy Acres. En mensen uitschakelen met shotguns. Kisten doorzoeken in Moisty Mire. Weer triangulate. Geen idee wat dat is. Weer een jetpack gebruiken. En wat is Scavenger Hunt Weak Spots? Huh. Geen idee. Dat is ook weer iets mysterieus. En dan zien we week 10. En daar staat helemaal iets mysterieus tussen. Er staat als eerst dat je bouwwerken, dus muren of wat dan ook, van vijanden moet je beschadigen. Maar dan het volgende. Je moet G-Ok uitschakelen. Wat de hel is dat? Is dat een monster wat eraan gaat komen? Of is het... Wat is dat? Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Wat is G-Ok die je moet uitschakelen? Weet jij het? Laat het weten in de reacties. Ik heb werkelijk maar geen idee. Misschien dus een monster of zo wat eraan gaat komen. Maar dat lijkt me niet, eerlijk gezegd. Je moet ook mensen uitschakelen in Fatal Fields. Je moet een bepaald aantal ammo supply boxes in een match moet je openen. Je moet kisten doorzoeken in Junk Junction. En ook weer heel veel van die gnomes, kabouters moet je volgens mij weer gaan zoeken. Dat staat hier, denk ik. En weer een treasure map, zoals altijd. Nou, dit wilde ik even heel snel mededelen dat dit ook weer gelekt is van de komende weken. De komende 5 weken kunnen we de challenges dus ook nog van bekijken. Dus dan weten we wat er komen gaat. Zodra ik de treasure map van week 5 weet te vinden, dus de tier van die week, upload ik weer een video. Zodra de loading screen weer gelekt is en daar ook weer een geheime gratis tier van te vinden is, upload ik dat ook natuurlijk weer. Al updates zie je natuurlijk op dit kanaal. Dus abonneer, like en misschien ben ik zometeen ook nog eens live. Tot de volgende keer weer.